Hallo Berea familie, hoe is het met jullie? Wat leuk dat jullie weer naar de vlog kijken. Vandaag ga ik wat met jullie delen. Ik ben Hernani Hernandez van de Wetering en ik ben getrouwd met Carlijn. We hebben twee geweldige kinderen en een derde op komst in juli. Dus dat ben ik. Ik doe meezingen in de gemeente, voor als je mij nog niet daar hebt gezien. En doe onder andere ook het Worship Café, waar we één keer in de zoveel tijd op een zaterdagavond bij elkaar komen, muziek maken, God gaan aanbidden zonder een agenda. En ik wil vandaag iets met jullie delen over mijn hart in de afgelopen periode, de afgelopen 3 maanden. En waar het gaat om het ondernemen. Ik heb 2 ondernemingen die getroffen zijn door de crisis eigenlijk. Ik heb een gezin. En ik heb daarnaast ook het sociaal leven en het geloof. Dus ik wil met jullie delen hoe dat met elkaar is gegaan en de combinatie. En bovenal hoe ik het met mijn geloof heb kunnen doen de afgelopen tijd. En daar wil ik mijn hart delen met jullie. En om te beginnen heb ik een bijbeltekst. Ik heb een aantal bijbelteksten en eentje daarvan die ik wil delen is 2 Korintiërs 12 vers 9. Waarin die zegt, my grace is always more than enough for you. And my power finds its fullness and full expression through your weakness. En dat is zo tof, dat hij hier zegt gewoon, mijn genade is altijd meer dan genoeg voor jou. En mijn kracht, dat zegt de Heer tegen ons, vindt zijn volledige uiting door jouw zwakheid. En dat is exact wat er gebeurd is afgelopen tijd met het feit dat je 2 ondernemingen, wat ik net zei, eentje is een sportschool. Die moest op een gegeven moment dicht. Daar kon niks mee gebeuren. Het was even gewoon stil, shutdown, lockdown. En mijn andere onderneming, die doet in activiteiten en festivals, die kwam ook helemaal plat te liggen. Alles waar je mee bezig was, waar je afgelopen paar jaar eigenlijk aan het bouwen was, valt ineens gewoon in een stilte, wordt er op pauze gedrukt als het ware. En daar kan je niks mee doen. Je hebt geen macht over, je hebt geen invloed op. Je moet zitten en wachten, luisteren, kijken wat er gaat gebeuren. Maar ondertussen heb je wel een gezin. Je hebt allerlei kosten die doorgaan. En toen was het voor mij dat ik dacht, oké, hoe ga ik dit aanpakken? Hoe ga ik hiermee om? En het eerste wat ik heb gedaan in die periode is dat ik terug ben gegaan naar meer tijd nemen om mijn Bijbel te lezen. De Bijbel app waar ik dan leesplannen ben gaan zoeken en die ben gaan volgen. Om te beginnen korte stukken, lange stukken, wat kom ik tegen? En elke keer opnieuw kwam ik precies de Bijbelteksten tegen die ik op dat moment nodig had. Zoals die ik net las. Een andere die ik tegenkwam in die periode was, if God has determined to stand with us, tell me, who then could ever stand against us? En weet je, in de eerste week na de lockdown, toen zag ik het echt even niet meer zitten. En dacht, hoe ga ik dit doen? Mijn bedrijven die gaan het niet overleven. Maar toen moest ik al met dit, toen ik deze Bijbeltekst las, toen dacht ik meteen, hé, wacht even. Mijn bedrijven zijn niet van mij. Ze zijn van hem, ze behoren hem toe. En hij heeft beloofd dat het goed komt. Hij heeft ze aan mij gegeven om ze over te zorgen. Dus ik hoef mij daar niet gek te maken wat ermee gaat gebeuren. Als ik weet dat hij met ons is, met mij is, dan moet dat goed gaan komen. Ik moet het in zijn handen leggen en laat het gaan. En toen kwam er een andere, die vind ik heel vet. Romeinen 15 vers 13, waarin die zegt, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Nou, hoe vet is dat? Dat je dus gevuld mag zijn met vreugde, met vrede, zoals je naarmate je in hem gelooft en in hem vertrouwt. Zodat je overgevuld bent, dat je mag overflowen met hoop bij de power of the Holy Spirit. Nou, dat was een ding wat voor ons ook in die periode
een punt was. Je bent bezig aan het ondernemen, alles stopt en hoe ga ik daarmee verder? En daar hebben we op een gegeven moment ook een keuze in gemaakt. Dat wij onze leden, we hebben een aantal honderden leden. Dat wij dachten, wij moeten hun hoop kunnen bieden. Wij moeten hun hoop kunnen geven. Wij moeten licht kunnen zijn van jongens, het komt goed. Dit zijn de mogelijkheden. Maak gebruik van de mogelijkheden die er dan zijn en niet van de onmogelijkheden. Kijk naar wat er waar een mogelijkheid is. En op de momenten dat ik het echt niet meer zag, want die momenten zijn er ook geweest, dat je slecht nieuws krijgt van, joh, waarschijnlijk gaat het pas in september dat we weer open kunnen. Dan ben ik wel om 2 dagen van slag, want ik denk van, oeh, we hebben alles omgezet naar online en nu moeten we dit tot september blijven doen. Dat verandert, dat vraagt voor een mind shift. En niet 1 keer, niet 2 keer, 3 keer. We zijn nu voor de 4e keer dat we nu een mindshift moesten doorgaan in een korte periode van nog geen kwartaal. Maar dit zegt hij, dat je gevuld mag zijn met zijn vrede. En die vrede heb ik gepakt de afgelopen tijd. Om te kunnen focussen. Ook op het moment dat mijn hart onrustig werd, dat ik dacht, nee, ik moet die vasthouden hier. Dat het goed zou komen. Dat het goed zou gaan en dat zijn belofte is voor mij genoeg. Om door te gaan. Een andere bijbeltekst die ik ook heel tof vond. Dat is, even kijken, Romeinen 8 vers 38. Dat hij zegt, nothing can separate us, never, from God's love. Dus niks kan ons van zijn liefde weghalen. Op het moment dat ik wanhopig ben, dat ik denk, ik kan dit niet. Hoe ga je dit overleven? Hoe gaat dit wel goed komen? Kon ik vastpakken aan dit stuk. En wat ik tof vond, is dat wij in die periode dat ik gebeld ben door mensen uit onze gemeente, want we kunnen elkaar niet zien, we kunnen niet bij elkaar komen, maar dat er toch een verbinding was, zijn liefde. Dat op het moment dat ik aan iemand dacht, ik een appje stuur, die persoon zegt van, hey, wat tof dat je nu een bericht stuurt. Of ik van iemand een bericht krijg, of die belt van, hey, ik moest aan je denken, dus ik dacht, ik bel even kijken hoe het met je gaat. Dat deze periode van lockdown, van de crisis, ook voor heeft gezorgd dat we terug konden gaan naar het stukje het voor elkaar zijn. Dat ik scherper ben op een of andere manier, op momenten, om te luisteren wat de Heilige Geest op dat moment zegt. Het is niet dat ik een stem hoorde die tegen me zei, hey, je moet voor die en die wat doen, je moet voor die en die wat sturen. Nee, het was een gevoel wat ik kreeg en daar deed ik wat mee. Van, hey, ik wil hier iets mee doen. Ik stuur die persoon een berichtje, een bemoediging, of die kreeg ik. En dan zie je, wauw, we zijn gewoon verbonden met elkaar door zijn liefde. En omdat dat er zoveel media, je hebt zoveel mogelijkheden. Je hebt WhatsApp videobellen, je hebt Zoom. Dat we dat kunnen gebruiken om naar elkaar uit te reiken, om elkaar te bemoedigen, om door te gaan. Want wij zitten allemaal met z'n allen in deze situatie. 100% van het land zit in deze crisis. En dat we daarvoor mogen denken, nothing can separate us from God's love. That His grace is sufficient for me. En dat, dat is mooi, dat is geweldig, dat we daar naar mogen grijpen en in deze tijden van onzekerheden daarna mogen uitkijken. Extra tijd nemen om van het woord te lezen. De ene dag gaat het beter, de ene dag kan ik een hele stuk lezen. Dan word ik van geraakt, dan begrijp ik het heel goed, dan komt het diepe binnen. En de andere dag dan lees ik het en dan denk ik, ik kan hier eigenlijk niks mee. Dat mag ook. Ik hoef me dan niet schuldig te voelen dat ik daar niks mee kan. Maar misschien 2 dagen later gebeurt er iets en denk ik, oh ja, daar was het voor. Of misschien zegt tegen mij, ik was dit aan het lezen en dit zegt dit jou iets. Maar bovenal dat we de vrede kunnen bewaren om in Hem te blijven vertrouwen. Hopen dat het goed gaat komen. En naar elkaar omkijken. En in deze tijd, zoals ik zei, een combinatie van zakelijk, een gezin, sociaal leven, persoonlijk, je eigen hart, je familie. Dat we dat mogen combineren door de bron daarvan te zoeken. Want daardoor werd ik gevuld. Dat ik na 2 dagen misschien dat ik me minder lekker voelde.
creativiteit weer kwam. Hadden we weer een oplossing voor iets. We kunnen shinen in wat we doen. Dat we naar onze leden toe kunnen stappen. En een bericht kunnen sturen. Jongens, dit gaan we doen. En dat je de reacties die je ziet. Ook van kinderen. Hoe blij ze zijn dat ze weer buiten wat mogen doen. Dat is tof. In plaats van dat ik denk van, oh ja, dit is allemaal crisis en dit is moeilijk. Nee, ik mocht gaan voor het positieve. Haal het goede eruit. Want wij hebben de bron van alle creativiteit. We hebben de bron van de oplossingen. En dat we daarin een zegen mogen zijn voor onze omgeving. En dat is misschien iets om jezelf uit te dagen. Wat kan ik doen in deze tijd om het anders te doen in plaats van me erbij neer te leggen en gewoon bij de pakken neer te zitten. En niks te doen. Maar ervoor gaan. Iets doen wat vanuit de bron komt. Onze Vader, God, de Zoon en de Heilige Geest. Dat wilde ik met jullie delen. Mijn tijd is denk ik bijna om. En geweldig dat we deze mogelijkheid hebben om een vlog te sturen. Ik hoop dat je wat aan had. En in deze combinatie. Dankjewel voor het kijken. En mis jullie. En we hopen dat we weer snel bij elkaar kunnen komen. En tot snel. Doei.